dames en heren. Oh shit, man. Hallo dames en heren van het Roblox Gaming kanaal. Ik ben Jurgal, een keer Roblox Gamer. En vandaag, dames en heren, gaan we weer Restaurant Tycoon 2 Beta spelen. Dit is alweer aflevering 2. Jullie weten al waarschijnlijk dat ik hier ook ter informatie een video heb over gemaakt. Dat ik dit ter informatie, pas maar dat ik informatie geef van wat ik heb unlocked en zo. Nou, die video was dus niet zo erg belangrijk. Behalve dan, als jullie weten wat ik allemaal heb gedaan tot die dag. Dus, maar nu gaan we dus lekker weer spelen. Ik zal jullie eigenlijk ook laten zien wat ik heb gemaakt en waarvoor ik heb gemaakt. Ik hoop dat het goed uitpakt. Het enige probleem is dat we geen deuren hebben. En dat is dan wel weer een probleem. Oké, laat ik gewoon gaan beginnen. Jullie zien me waarschijnlijk op de camera niet zo goed. Komt door de verlichting. Sorry daarvoor. Daar kan ik niet helemaal iets aan doen. Maar, wat ik dus eventjes wil doen. Is jullie laten zien wat ik bedoel. En ja, dat is het meest, denk ik wel. Dus, mijn restaurant. Nice. Gewoon Team Roblox Gaming Restaurant, ja. Precies. Nou, en wat ik dus eigenlijk heb gemaakt is sowieso wel een tafeltje voor 8 personen. En hier heb ik een kleine ruimte gemaakt. En ja, wat is het eigenlijk? Dit is een heel kleine ruimte. En deze ruimte zorgt voor de wc en de kraan. Die moet ik nog fixen. En ik weet niet of er een deur is. Daarvoor moet ik naar de wallshop gaan. Dat is de muurshop. Maar daar hadden ze niks over te zien. Kijk, dit is namelijk glaswal, wal en glaswal door. Nou, dan heb je een andere, want het is 1 van de 5. Nou, hier heb je dan weer modern wall window. Hier heb je dan weer modern wall. En hier heb je dan weer een modern wall door. Nou, en, en dan heb je hier weer een wall. Een Archer restaurant entrance. En een suburban window. En hier heb je dan weer een window, een door en een wall. En als laatst heb je weer een wall, een restaurant entree en een window. Nou, leek het mij wel leuk eigenlijk om een deur te fixen. Ja, waarom een deur? Nou, zal ik jullie nu laten zien. Bij de IKEA hebben ze geen deuren. Ook niet hier. Maar waarom het mij een leuk idee zou lijken om een deur te maken, is dat hier de wc komt. Maar ik vraag me überhaupt wel af als dat, ja, kan, I guess. Dat is dan wel eventjes jammer. Maar daar kan ik jammer genoeg niks aan doen. Ik ga eventjes naar de soort van IKEA. Ik wil niet naar de IKEA, maar ik wil eventjes een auto kopen. En die auto kost 30 diamanten. Ik heb er 20 en ik weet niet hoe ik diamanten verdien. Ik heb 30 diamanten. Ik kan een jeep kopen, jongens. Of ik kan wachten tot ik 50 diamanten heb. Dan kan ik de sportscar kopen. Ik denk dat ik tot de 50 wacht. Ja, sowieso. Want als ik diamanten verdien, dan is het handig, joh. Oké, jongens. Dus we kunnen bijna al een auto. Ja, we kunnen al een auto kopen, maar ik wil een betere auto. Dus, ja. Oké, hier moet ons. Oké, dat jullie het even weten. Hiervoor moest ik dus ook Robux betalen. Juist, ja. Jeetje, Mina. Ik weet het ook niet. Ik weet het eigenlijk ook niet waarom ik hiervoor Robux moest betalen. Dit was Restaurant Tycoon 2. Voor beta. Deze, zeg maar, hoe bij de Restaurant Tycoon 1 hoefde ik geen Robux te betalen. Maar bij 2 wel. Dus ja, vond ik aan de ene kant wel stom, maar aan de andere kant was het denk ik het wel waar. Want jongens, kijk dit dan. Niet normaal hoe vet cool het is gewoon. Je kan letterlijk gewoon superveel dingen doen. En meer dingen dan Restaurant Tycoon 1. Ik bedoel, hier kan je meer dingen doen. Bij Restaurant Tycoon 1 niet. En ja, oké, je hebt hier wel veel meer dingen gewoon te doen, weet je. En dat is ook van de game. Als je gewoon deel 1, 2 en 3 maakt van een game, zoals ja, Restaurant Tycoon 1 en 2,
dan komen er zeg maar meer dingen tevoorschijn. Bijvoorbeeld bij de strandtacoen 1 hadden ze nog maar alleen maar de IKEA. En bij de strandtacoen 2 hebben ze nu ook een wallshop en ja, dat soort dingen. Nou, dat is dus wel fijn, weet je. Net als bij Hoe Tem Je Een Draak. Ik weet niet of jullie er ooit van gehoord hebben. Maar bij Hoe Tem Je Een Draak is het precies hetzelfde. Bij aflevering 1 hebben ze nog niet eens draken. En niet zoveel huizen, niet zoveel vis. Tweede aflevering hebben ze draken. En wat meer, ja, veel meer draken en zo. En ja, dat soort dingen. En bij aflevering 3 hebben ze eigenlijk echt te veel draken, te veel huizen. En ja, gewoon betere uitrusting, betere wapens en dat soort dingen. Dus ja, dat gebeurt er ook bij delen eigenlijk, hè. Ja, dus ja, dat eigenlijk meer. Maar alsnog, weet je, vind ik het wel een beetje raar. Oké. Zo, is alles zo snel klaar? Wou ik wel eventjes naar mijn... Oké, beste ding ooit. Ik denk dat het nep is, maar oké. Nou, hun zitten lekker te genieten van alles. Ja, en ik moet maar wachten, hè. Ik hoop wel dat het budget lekker omhoog gaat. Want dan kan ik meer dingen kopen. En sowieso een wc en een kraan. Dus alsjeblieft, laat het budget meer dan 100 zijn. Op zijn minst. Dan kan ik tenminste die kraan en die wc kopen. Zo raar om te zeggen, ja, eventjes die kraan en die wc kopen, hoor. Eigenlijk zo raar, maar. 68. Dat is veel. Ik kan zo naar de IKEA. Let's go. Ik ga gewoon naar de IKEA. Oké. Wat wilde ik toch weer? Oh ja, een kraan en een... ja, en even... Dit zijn ze zeker. Even kijken. Ja, een toilet. Mag ik blauw? Oh nee, hier moet ik blauw. En hier moet ik wit. Waar staat wit? Wit, wit. Juist, ja, is echt de raarste combinatie. Ja, eigenlijk moet het precies anders. Oké, laat ik het andersom doen. Dit blauw en dit wit. Ja, jongens, dit is hem. Hoppakee, 60 euro dat is. Naar de vuilnisbak. Kut, deze kost 90. Deze kost 40. Ga ik het doen? Ga ik een blauwe vuilnisbak kopen? Ja, ik ga het gewoon doen. Heb ik het gedaan? Ja, ik heb het gedaan. Oké. Nou, en nu nog... Waarom teleporteer ik mezelf altijd naar een walshop? Ik wil zeg maar snel bij mijn tycoon doen. En hier is een tycoon teleport. Dus ja, dat. Ik ga nu eigenlijk afwachten. Totdat ik een beetje, ja, dat heb. Even kijken weer naar mijn... Naar mijn money. Naar mijn geld. Mijn only one geld. Money. Dat zeg je zo hoor. Ik heb veel money. Oké, ik krijg op een of andere manier geen diamanten. Ik weet ook niet waarom. Ik krijg opeens superveel. Kippenvel. Ik weet nou ook niet waarom. Ik hou niet zoveel van wachten. Ik heb nooit eigenlijk... Ik heb eigenlijk, jongens... Dat is echt altijd een ding met mij. Ik heb nooit geduld. Ik heb mijn leven geen geduld al. Als ik in een achtbaan of zo wil en ik zie dat het echt heel erg lang wachten is met de rij en zo, denk ik echt zo van... Oké, dat ga ik dus echt niet doen. Ik ga echt niet zo lang rij wachten. Want ja, of ik heb geen geduld of alle andere dingen gaan dicht. Dus ik... Ik ben nooit echt iemand die geduld heeft. Dus ja, dat is het meer. Ah, dus. Trouwens, sorry dat er 2 dagen zo geen video's zijn gekomen. Ik had het eventjes druk en eventjes totaal geen zin gewoon. Sorry daarvoor, daar kon ik niks aan doen. Ja, ik kon wel alleen... Nou, ik kon eventjes niet. Ik had het een beetje druk. Maar ik moet ook gewoon mijn vrienden kunnen zien. En niet alleen maar met YouTube bezig gaan. I know, ik moet best wel video's en zo kunnen doen, een beetje per dag. Dus het is ook niet altijd makkelijk. Maar trouwens, er is nu een video online van Restaurant Tycoon 2. Dat is de eerste aflevering. Alleen die heb ik 2 dagen eerder opgenomen. Alleen ik had eventjes geen tijd om het allemaal te doen. Ja, gewoon te opnemen shit. Zo, snel is de video al voorbij. Oké, dames en heren, bedankt voor het kijken van deze video. Vonden jullie het nou een leuke video? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer ook eventjes op mijn kanaal hier beneden. En like als jullie ook nog willen dat ik eventjes achter de schermen dit ga fixen. Bedankt. Oh, wat, ik ga eventjes tot een nieuwe dag wachten. Laten we dat maar doen. Oké, let's see it. De kist is... Bronstier. Groffel en oh my god, alleen maar tickets. Oké, dan. Jongens, bedankt voor het kijken en dan zeg ik tot de volgende keer. Tjallas!